aanvallen zouden al voor het eind van de week kunnen komen. De toestand in Sarajevo blijft dramatisch. Voor sommige zwaargekwetsten is er nieuwe hoop vanuit het buitenland. Zo is een 5-jarig meisje in Londen succesvol geopereerd. 10 dagen geleden werd ze zwaar gewond door granaatscherven. Ook voor andere zwaargewonden wordt er nu naar een oplossing gezocht. Het is dankzij de Britse premier John Major dat de 5-jarige Irma uit Sarajevo naar Londen kon worden overgebracht. In het Great Ormond Street kinderziekenhuis was alles in gereedheid gebracht voor een dringende operatie. Tijdens de overbrenging was Irma vergezeld van haar vader Ramish en haar 3-jarig zusje Medina. De voorbije nacht hebben chirurgen 3 uur lang geopereerd om granaatscherven uit Irma's ruggengraat te halen en vocht uit haar hoofdje te tappen. Irma heeft ook hersenvliesontsteking en wellicht zal ze niet meer kunnen lopen. Dit zijn beelden van Irma voor ze naar Groot-Brittannië werd overgebracht. 10 dagen geleden was het slachtoffer van een Servische granaataanval, waarbij haar moeder omkwam. De arts die Irma wilde verzorgen beschikte door de burgeroorlog niet over de nodige middelen en deed een oproep tot hulp. De overbrenging van Irma naar Groot-Brittannië heeft een hevige discussie losgemaakt. Groot-Brittannië zoekt nu naar middelen om meer oorlogsslachtoffers uit Bosnië over te vliegen voor medische verzorging. Een overzicht van de rest van het internationale nieuws dan. In Turkije zijn 4 Franse toeristen gezond en wel weer opgedoken. Ze waren een tijdje geleden ontvoerd door Koerdische vrijheidsstrijders. De 4 Franse toeristen verkeren in goede gezondheid en zeggen dat ze tijdens hun gevangenschap goed zijn behandeld, al voelen ze zich wel wat uitgeput. De Koerdische rebellen hadden hun gijzelaars onmiddellijk duidelijk gemaakt waar het hen om te doen was. Enerzijds de aandacht wekken en anderzijds de Turkse staat via de toeristische industrie treffen. Over het lot van een Brit en een Australische vrouw die in juli werden ontvoerd, is nog niets bekend. Tijdens een bezoek aan Jamaica is paus Johannes Paulus II opvallend koel onthaald. Toen de paus op het vliegveld van Kingston landde, werd hij enkel verwelkomd door regeringsleiders en diplomaten en moest hij het zonder juichende menigte stellen. In zijn toespraak veroordeelde de paus de uitroeiing van de Arawak-Indianen door de Spanjaarden en de Europese slavenhandel. Hij bracht ook een bezoek aan een tehuis voor armen en ouderen. Morgen reist de paus door naar Mexico. In Venezuela houdt de tropische storm Brett lelijk huis. De storm veroorzaakte aardverschuivingen waarbij tot nu toe zeker 150 mensen zijn omgekomen. 500 zijn gewond en duizenden dakloos. De meeste schade werd aangericht in de sloppenwijken rond Caracas. De reddingswerkers zijn tussen de modder nog altijd op zoek naar slachtoffers. Ook op het Japanse eiland Kyushu woedt een tyfoon en het noorden en noordoosten van China zit met hevige overstromingen. Eigen land opnieuw. Het scheepherstellingsbedrijf Antwerp Ship Repair heeft de boeken neergelegd. Het was nog het enige bedrijf voor scheepsherstellingen in de havenstad Antwerpen. Volgens de directie heeft het de concurrentie met het Oostblok niet overleefd. De vakbonden bepalen morgen of er acties komen. Antwerp Ship Repair heeft dus de boeken neergelegd. Vorig jaar een verlies van 94 miljoen en dit jaar alvast 128 miljoen. Antwerp Ship Repair kreeg die naam 3 jaar geleden toen Mercantile Belyard werd overgenomen door de Nederlandse scheepshersteller Dame en de gewestelijke investeringsmaatschappij. Volgens de directie was de concurrentie moordend. Door het wegvallen van de grenzen tussen de Oostbloklanden en West-Europa, dat er een enorme capaciteit tegen zeer lage lonen ter beschikking is gekomen. En daarbij vindt de directie dat de loonkost in België veel te hoog ligt. De vakbonden vergaderen morgen met de 600 werknemers om na te gaan wat mogelijk is. Ik hoop alleen dat wij zo vlug mogelijk gegadigden vinden of geldschieters vinden die terug in Antwerpen de scheepsherstelling willen openen. En dat natuurlijk aan de beste voorwaarden voor de arbeiders. Of dat er nog een toekomst voor scheepsherstelling is, wel, ik zou me niet anders kunnen inbeelden. We zitten vandaag toch in een wereldhaven van Antwerpen. Dat blijkt dus uit alle mogelijke kanten dat dat toch zijn waardigheid in naam kan meedragen. En nu een wereldhaven zonder een scheepsherstelling kan ik mij toch moeilijk indenken. Het is aan de curator om uit te vissen wat er nu moet gebeuren. De Antwerpse havenschepen De Vroe heeft al duidelijk gemaakt dat hij een tussenkomst van de stad niet ziet zitten. In de Antwerpse binnenstad heeft een zware brand 2 historische panden uit de 16e eeuw zwaar beschadigd. Dat gebeurde aan de Sint-Nicolaasplaats.
Een binnenpleintje in de Lange Nieuwstraat is dat. Rond 4 uur werd het vuur opgemerkt. De brand ontstond op de zolder van een café-restaurant. De brandweer was snel ter plaatse, maar had toch bijna 2 uur nodig om het vuur onder controle te krijgen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En in het Waalse Remouchon heeft een 36-jarige speleoloog bijna 48 uren vastgezeten in een grot. De man, een Brusselaar, was zondag tijdens een ondergrondse tocht vastgeraakt in een moeilijk bereikbaar deel van de bekende grot van Remouchon. Toen hij werd bevrijd, was zijn fysieke toestand nog vrij goed. De speleoloog Michel Pauwels heeft een 40-tal uren vastgezeten in de grot van Remouchon. Zondagmorgen vond zijn redder Luc Vainqueur hem op 47 meter onder de grond achter een moeilijk bereikbare plaats in de vorm van een afvoerpijp. Toch heeft het nog de ganse nacht geduurd vooraleer Michel Pauwels daadwerkelijk uit zijn hachelijke situatie bevrijd kon worden. Om 20:00 dook Luc Vainqueur, vergezeld van extra zuurstoflessen, een laatste keer in de grot. Meer dan 3 uur later was zijn opdracht vervuld en kwam hij terug aan de oppervlakte. Nog 1 uur later was het dan de beurt aan Michel Pauwels om zich uit het water te hijsen. Als ervaren duiker had Pauwels de doorgang zonder problemen kunnen inzwemmen. Op zijn terugweg zwom hij zich echter vast. Net om obstakels te verwijderen was hij de grot ingezwommen. Il a dormi pendant les trois quarts du temps qu'il m'a dit. Il était en dessous des couvertures sur vide, donc il n'avait pas spécialement froid. Michel Pauwels is door zijn bezigheden wel meer met moeilijkheden geconfronteerd geweest. Hij was dan ook verbaasd toen hij zoveel ziekenwagens en verplegers zag. Een wandeling in de frisse lucht was voor hem meer dan voldoende. En dan krijgt u nu onze zomerreportage van vanavond. Ons land heeft een drukke en emotionele week achter de rug. De bevolking heeft massaal meegeleefd met de getroffen koninklijke familie. De eenheid in België komt maar zelden zo tot uiting. Voor het eerst sinds de dood van koning Boudewijn stond premier De Hane een uitgebreid gesprek toe over het gebeuren. Een gesprek over hoe de politicus, maar ook de burger De Hane, de gebeurtenissen beleefde. Zaterdagavond 31 juli. In Brugge worden op Olympia de Brugse metten gespeeld. Voor 1 man op de tribune valt even voor het einde van de match onverwacht de nacht. Ik was, zoals ik het trouwens op de persconferentie over de begroting had aangekondigd, was ik de zaterdagavond op de voetbal in Brugge. En zo wat een 5 minuten voor het einde is men mij komen roepen. De ganse tribune dacht dat het over de munt ging. Maar het was de cabinetchef van de koning om te zeggen dat hij een bericht gekregen had vanuit Motril dat men bij de koning hartmassage aan het toepassen was, dat het dus ernstig was. Ik ben toen onmiddellijk na de match vertrokken naar Brussel. En tegen dat ik in Brussel kwam, lag het bericht, of tenminste waren er zoveel telefoons toegekomen, dat ik daaruit kon afleiden dat ondertussen de koning gestorven was. En bij het eerste telefoon heb ik daar dan bevestiging van gekregen. Wat was eigenlijk het eerste waar u aan dacht? Het eerste was natuurlijk aan de koning en het plotse, want ik had hem juist voor 21 juli had ik nog een audiëntie met hem gehad en hadden we nog over de plannen voor september gesproken. Ik had hem ook op 21 juli gezien. Het was werkelijk een ongelooflijk bericht voor mij, omdat de koning er zo gezond uitzag en zichzelf ook zo gezond voelde. En mijn tweede gedachte ging natuurlijk naar de koningin en de koninklijke familie. En mijn derde was van, wij moeten hier nu zorgen, en dat zou ook de wens geweest zijn van de koning, dat de continuïteit van de instellingen verzekerd is. En wij moeten dus alles doen opdat het land verder zou geregeerd worden, opdat de continuïteit ook van het koningschap zou verzekerd worden. U bent dan eigenlijk vrij snel, zondagmiddag al naar Spanje, naar Motril afgereisd. Waarom eigenlijk? Wel, omdat ik het noodzakelijk vond dat ik als hoofd van de regering als eerste zelf in Spanje zou zijn om het rouwbeklag te doen namens de regering aan de koningin. Was het ook niet zo dat u meteen eigenlijk een beslissing wou forceren misschien over de opvolging van de koning? Daar heb ik geen verklaringen over af te leggen. Dit zijn zaken die in de persoonlijke contacten met de koninklijke familie gebeuren en waar ik geen verklaring wens over af te leggen.
Maar toch, u bent naar Spanje geweest en toen u dan terugkeerde, eigenlijk dezelfde avond nog, hebt u een verklaring afgelegd waarin eigenlijk al de nieuwe troonopvolger naar voren kwam. Wel, ik denk dat het voor iedereen belangrijk was dat er geen periode van onzekerheid en speculatie zou ontstaan. En dat het feit dat dezelfde avond men kon zeggen hoe de opvolging zou verzekerd worden, was denk ik een element dat iedereen gerustgesteld geeft over de continuïteit van de instelling. Maar waarom was dat zo belangrijk? Wel, ik denk dat het voor niemand goed zou geweest zijn moesten de maandag de kranten volgestaan hebben met speculaties over hoe de opvolging zou gebeuren. Ik denk dat het van groot belang was dat daar vrij snel klaarheid in kwam. Had dat ook te maken met de internationale context, meer bepaald de spanningen met de Europese munt? Nee, ik denk dat het voor de Belgische instellingen als dusdanig, voor de klap, als antwoord op de klap die de bevolking toch gekregen had, ook emotioneel van het overlijden van de koning en die reactie die je zo kon aanvoelen van wat gaat nu met ons gebeuren, dat daar vrij snel een antwoord zou komen dat, zoals het past in een monarchie, de opvolging zou verzekerd worden en dat men duidelijk zou weten door wie. Was dat vooral uw persoonlijk standpunt of had u daarover toch overleg gepleegd met de rest van de regering en vertolkte u daar de mening van die regering? Daar zal ik ook geen verklaring over hebben. Maar hebt u dan de voltallige regering kunnen zien in die tussentijd? Ik heb 's morgens de ministerraad bijeengeroepen en u hebt zelf kunnen vaststellen dat die vrij kort was. En ik heb onmiddellijk aan de ministerraad gezegd dat ik vertrok naar Motril om de deelneming aan te bieden. Ik heb de minister van Binnenlandse Zaken belast met het leiden van een werkgroep over de praktische organisatie en gesteld dat we 's avonds dan zouden een tweede ministerraad hebben waar we de verschillende zaken zouden regelen. Terwijl zowel in Laeken als in Brussel de eerste bloemen voor de overleden koning zijn neergelegd, roept premier De Hane zondag nog langs de televisie op tot federale burgerzin en samenwerking. In dit perspectief moeten wij ons achter zijn grondwettelijke opvolger prins Albert scharen, die geroepen wordt zijn werk in een geest van continuïteit verder te zetten. Maar de troonsopvolging is voor het volk op dat ogenblik niet de voornaamste bekommernis. De reacties op de onverwachte dood van Boudewijn zijn er van overrompelend medeleven. Voor sommigen ook een politiek signaal. Ik denk dat op de eerste plaats een reactie zijn van een emotionele reactie van sympathie ten opzichte van de koning en de persoon van de koning. Maar anderzijds denk ik dat de bevolking ook haar, haar band met het koningschap en met België als dusdanig heeft willen verwoorden. En ik denk dat dat bij het begin van de nieuwe federale instelling belangrijk is, omdat het die federale loyaliteit zonder de welke het federalisme niet kan leven, een nieuw impuls kan geven. Het is ook duidelijk dat in de steun aan de koning ook een steun zit naar de maatschappelijke signalen die hij heeft uitgezonden en die wij moeten proberen politiek te vertalen. Waarbij ik het echt een fout zou vinden van het te vertalen al in een soort tegenstelling tussen de koning en de politiek. Want ook daartegen heeft de koning gewaarschuwd in zijn laatste 21 juli boodschap. Waar hij zegt dat zich afkeren van de politiek op zich ook gevaarlijk is voor de instellingen. En dat in tegendeel politici en burgers samen die democratische instelling moeten waarmaken. Koningin Fabiola is gedurende de voorbije week eigenlijk als een zeer sterke vrouw naar voren gekomen. Het hele verloop van de plechtigheid, was dat eigenlijk haar idee? Wel, ik heb inderdaad zeer grote bewondering voor de manier waarop dat de koningin dit alles verwerkt heeft en er ook een boodschap van gemaakt heeft. En inderdaad, de ganse verloop van de begrafenisplechtigheid draagt duidelijk haar stempel. Zij had daar duidelijk ook met de koning over gesproken in de afgelopen jaren. Koning Albert II die heeft gisteren al een opgemerkte redenvoering gehouden. Die redenvoering, heeft hij die zelf gemaakt of hoe gaat dat? Ook daar antwoord ik niet op. Dit is binnen de koning en zijn medewerkers dat dergelijke zaken geregeld worden. Het belangrijke vind ik dat de koning effectief een reden heeft uitgesproken waar hij duidelijk stelling in genomen heeft en duidelijk heeft aangegeven dat hij de zaken in handen wil nemen en niet zomaar als een overgangsfiguur zou functioneren, dat hij werkelijk de zaken van zijn broer overneemt, maar met zijn eigen persoonlijkheid en met zijn eigen accent. Maar als de koning zo'n reden uitspreekt, kan hij dan dat helemaal op eigen houtje doen of neemt hij met u contact? Wij hebben
Tenminste, ik had kennis van die tekst op voorhand, omdat ik er effectief de politieke verantwoordelijkheid moet voor nemen. Maar men moet daaruit niet afleiden dat ik die tekst zou schrijven. Het is de koning die zijn tekst maakt, maar die, omdat hij politiek gedekt moet zijn, die vooraf door de eerste minister laat wezen. Van u zegt men, u bent een harde, u bent zakelijk, u gaat recht door zee. Hebt u tijdens die afgelopen dagen ook emoties gevoeld? Zeer duidelijk. En vooral als ik in Motril toekwam en samen met de koningin de koning ging groeten, was dat een zeer intens emotioneel moment. Maar de grote moeilijkheid en de functie die ik heb, is dat je dit moet voor een stuk bedwingen, omdat je tezelfde tijd ook weet dat je de continuïteit van de instellingen moet verzekeren. En voor mij is dit derhalve ook deels vanuit die spanning binnen mijn eigen persoon tussen het emotionele moment en het verantwoordelijkheidsmoment, is dit voor mij een van de meest stresserende weken geweest die ik heb meegemaakt. En hiermee besluiten we onze zomerreportage voor vandaag. De krantenkoppen dan voor morgen woensdag 11 augustus. Suzy Hendricks heeft de belangrijkste titels van de voorpagina's voor u samengevat. De ministers zijn opgetogen over de vlotte aanpak en dossierkennis van Boudewijns opvolger, zo schrijft de Standaard. En het Antwerps scheepsherstellingsbedrijf Ship Repair legt de boeken neer. Ook de morgen opent met de sluiting van Ship Repair. Volgens de krant vallen er 600 ontslagen. In Gazet van Antwerpen vinden we op de 1 het failliet van Ship Repair, het oude mercantiel Beliaert. En verder heeft de krant het over de drukke dagen van onze nieuwe vorst. Het laatste nieuws schrijft dat de nieuwe koning in de smaak valt van zijn ministers. En met de mosselpercelen gaat het niet goed. Volgens de Financieel-Economische Tijd leende de schatkist niet meer zo duur sinds 1990. En de krant gaat ook in op het failliet van het Antwerps scheepsherstellingsbedrijf. De nieuwe Gazet opent met het faillissement van Antwerp Ship Repair en heeft het ook over de brand op de Antwerpse Sint-Nicolaasplaats. De vele duizenden bezoekers die het graf van wijde koning Boudewijn willen groeten halen de voorpagina van het nieuwsblad. En ook deze krant heeft het over de nieuwe klap die de Antwerpse haven treft. Op de voorpagina van het Volk lezen we over de kennismaking van de koning met zijn ministers. En ook hier het nieuws over het failliete scheepsherstellingsbedrijf. Ook het belang van Limburg gaat in op de overvolle agenda van koning Albert II. En verder nog eens de besmetting van de Zeeuwse mosselen. De onderwerpen voor morgen vroeg op de voorpagina's. En tot zover onze nieuwsuitzending voor vanavond. Morgen zijn wij er opnieuw met onze eerste flash om 6 uur. Nog een goede nachtrust en tot morgen.